Afgelopen dinsdag heeft Jelle Bakker zijn eerste knikkerbanenmuseum geopend in Nijmegen. In het museum kunnen bezoekers kijken naar knikkerbanen die hij de afgelopen jaren gebouwd heeft. Als kind raakte Bakker al gefascineerd door knikkerbanen. Het idee is begonnen toen ik 4 jaar was. Toen kreeg ik een knikkerbaan, een Homa's jodelbaan van mijn ouders. En uiteindelijk kreeg ik bij Sinterklaas nog een knikkerbaan. Een rood met gele, zogenoemde slalombaan. Die een beetje op een waterglijbaan in een zwembad lijkt. Ja. En toen die tijd is het verder uitgegroeid tot een volwaardige hobby. De grote knikkerbaan die je op de achtergrond ziet, de Marblopolis, heb ik in ongeveer een jaar tijd in 360 uur gebouwd. Er zit 350 meter aan baan in. Er zijn 30 verschillende routes en er rollen ongeveer 400 knikkers doorheen. Het idee is ontstaan uit het bezoek van waterparken en zwemparadijzen met glijbanen. Als mede ook pretparken. En die reis ik ook af en daar haal ik ook inspiratie vandaan. En deze knikkerbaan is eigenlijk een beetje een soort miniatuur pretpark voor de knikkers. Ja, het is uiteraard een hele weerwaar van allerlei verschillende banen. De ene gaat langzaam, de andere gaat heel snel. En bezoekers in het museum kunnen de knikkerbaan met behulp van de druk op de knop in gang zetten. Op het YouTube-kanaal van Jelle Bakker zijn allerlei video's van knikkerwedstrijden te zien. En die zijn inmiddels door miljoenen mensen bekeken. Door die video's zijn veel mensen nieuwsgierig geworden naar de knikkerbanen van Bakker. Maar deze grote knikkerbanen komen wel meer van mensen ook van veraf speciaal naartoe. Meestal gewoon hier binnen Nederland, want dat past mensen vanuit Groningen helemaal hier naar Nijmegen. Okay. Maar uiteraard ook veel mensen uit de omgeving. Maar ik heb ook als Amerikanen gehad die fan waren van via mijn YouTube-kanaal. En die toevallig in zijn weekendje in Nederland waren, naar familie. En die pakten mijn knikkerbaan dan even mee. De knikkerbaan blijft hier voorlopig staan. Er is nog geen einddatum. Tenzij we natuurlijk een nieuwe grote ruimte hebben gevonden. Dan verhuizen we naar een grotere ruimte voor een uitbreiding.